Nou, je hebt het van mij geleende geld in ieder geval niet in huisvesting geïnvesteerd. Wat een tyfuszooi. Je hebt 2 termijnen gemist, vriend. Dat betekent theoretisch 2 kapotgeschoten knieschijven. Zo. Het zou ook eens tijd worden, hè? Is het inclusief rente? Zojuist zelfmoord gepleegd, klootzak. Jij dacht toch niet aan mijn vrienden? Rob Stijn, bankier van de onderwereld. Het is gisteren tussen 4 en 6 gebeurd. Verder nog iets? Ja, dit lag onder hem. Nepgeld. Is lokaas. 2 schoten, geen aanwijzingen. Een liquidatie. Voetsporen? Ze zijn buiten nog aan het zoeken. Ja. Listig zaakje. Ja, dat is meestal met een liquidatie. Wat ben je in godsnaam aan het doen, man? Ja. Ja, het is een cadeautje van mevrouw Grijpstra. €9.000? Ja, 9.000 stappen per dag. Ja. Volgens mevrouw Grijpstra val ik daar enorm van af. En ik zit nu al op... pak een beet. 134. En dan ben ik nog geen half uur bezig. Dus, nou. Dat is 268 per uur. Ga je niet halen. Heb jij nog maar even een rondje rond het pand? Ja, maar je moet dingen rustig opbouwen, hè? Eigenlijk vind ik dat trappen dubbel moeten tellen. Wat is er? Nee, niks. En? Dooie kengster. Hebben we al wat? Ja, Rob Stijn, bankier van de onderwereld. Vroeg een behoorlijke rente, 5%, bijna niet om te brengen. Hmm. En als het niet lukt om te betalen, dan volgden de sancties. We zijn dus uit op iemand die geld schuldig was aan Rob Stijn... en die door Stijn te vermoorden wilde afkomen van zijn openstaande lening. Ja, hé. Dat klinkt logisch. Dank je, adjudant. Het is alleen niet logisch. Niet voor weldenkende, beschaafde mensen. Ja. Meneer, sorry, heel even. Het lab belde net. Op het geld zaten vingerafdrukken van Rob Stijn. Maar ook van iemand anders. Oh, van wie, hè? Een oude bekende. Marcel Goldberg. Marcel is al 15 jaar legaal. En weldenkend en beschaafd. Ken je hem? Ja, voormalig dealertje. Hij heeft zijn winst belegd in videotheken, kroegen,
Doet de laatste tijd verder ontroerend goed. Want u is uit. Ik zou toch maar eens kijken of hij thuis is. En doe het snel. Je hebt grote kans dat Stijn's kompanen uit zijn op wraak. Avond vierdaagse. Zo. Sta je op je plek? Ter plaatse, brigadier. Ja, oké. Nou, gaat niet erg hard. Hallo? Wie is daar? Rinus de Gier, recherche. Kunnen we... Wij zijn op zoek naar Marcel Goldberg. Mijn vader woont hierboven. Dit is mijn bedrijfsruimte. Is hij er? Nee. En wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Gisterochtend. Maar waarom wilt u dat weten? Waar is uw vader nu? Dat weet ik niet, maar waarom wilt u dat weten? Hij wordt gezocht in verband met moord. Moord? Het is niet onwaarschijnlijk dat uw vader in gevaar is. Kunt u hem bereiken? Zijn mobiel staat uit, maar wat is er aan de hand? Waarom loopt mijn vader gevaar? Wilt u hem vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen? Hij is ermee opgehouden met al die rotzooi. Jaren geleden al. Ik weet zeker dat hij niks heeft gedaan. Willen we dan graag even van hem zelf horen. Ja. Cardozo? Ja? Heb je nog iets bijzonders gezien? Nee, niks bijzonders. Er is in ieder geval niemand naar buiten gekomen terwijl jullie binnen waren. Oké. Heeft u die donkergrijze auto nog gevonden? Heb je die donkergrijze wagen nog gezien? Donkergrijze wagen? Nee. Nee. Jezus, wat een klootrommel! Wat? Nee, dat je weer goed bezig bent. Ik zie je zo. Meijers. Nieuwsgierig naar die donkere wagen. Wat, die vriendjes van Rob Stijn, die weten niet wie hem vermoord heeft. Misschien dat ze ons daarom volgen. Kijk. Die kale, die ouwe, die stond hier vanochtend ook. Ja. Kijk naar ons. Gaan we hem pakken? Ja. Kun je rustig. 1, 2, 3. Jij ook niks. Waar is die nou? Snelle jongen, hè? Nou, jij niet. Jongen. Ik dacht, ik kom je maar eens opzoeken. Zo de mieter op. U bent meneer de Gier? Ja. Kent u me? Ja. Hoe gaat het met hem? Is hij gelukkig? Ja, nu even niet, maar normaal. Behoorlijk.
Ja. Goed. Wat is dat nou? Ja, ik kan beter aan hem vragen. Hoe lang heb je hem niet gezien? 28 jaar. Toen ik 10 was, toen nam hij me mee naar de haven. Het was een heel groot schip en hij zei, jouw vader, die gaat daarop varen. Prachtig vond ik dat. Hij zei er alleen niet bij hoe lang het ging duren. Toch moet je me een kans geven. Ik moet hem een kans geven? Ja. Doe even normaal. Een kans om het uit te leggen. Winners. Nee. Nee, nee, die zit even niet op mijn plaats, maar kan ik je zorg geven? Ja. Oh, momentje, ze kwam net binnen. Moment. Jongens, een Erik Goldberg voor jullie. Iets over zijn vader. Zo. Ja, graag gedaan. Oh, en Rinus, dat is hier een man voor je. Ik moest dit aan je geven. Dankjewel. Ja, dankjewel, ik heb het. Nee, dat ga je niet doen. Hé, Marcel heeft dus ook nog een zeilboot. Goeie plek om te duiken. Nee, want dan komt hij wel vaker. En Erik die wilde meteen naartoe. Dit kan op twee manieren, ja? Ja, goed. De rustige manier dan maar. Rij maar even om. Wat is er, man? Wat heb ik gedaan? Kom maar even hier. Ja, een ambulance op het Oosterdok. Oh. Snel! Pa. Pa. Marcel, die wordt nu geopereerd. De dokter zei dat hij niet zeker wist dat hij het einde van de nacht zou halen. We hebben bewaking voor de deur staan. Cardozo is op zoek naar de schutter. Man, die lag vanmorgen gewoon te pitten. Had hij een beetje opgelet, dan was er niks aan de hand. 1 dode, 1 zwaar gewonde. Ja, ik wil weten hoe deze zaak in elkaar zit. Met alleen een vingerafdruk op een bundeltje valse bankbiljetten zijn we er niet. Nee, ja, we hebben beter aan het werk gaan, hè, Pasolieke. Dat is die oude hoer. Hij heeft net voor het eerst sinds 30 jaar zijn vader weer gezien. Hm? Hoe? Lijken ze op elkaar? Laat ik het zo zeggen, als kaalheid erfelijk is, ziet het er niet best voor hem uit. Meneer? Mijn vader voor de zoveelste keer het huis gezet. En dan stond hij soms zomaar onder mijn raam. Dan floot hij dat. En dan glipte ik naar buiten. En dan gingen we naar de bioscoop. Of naar de kermis. Dat is toch leuk? Ja, dat was het toen ook nog. Sorry dat ik die auto heb gemist.
Ik hoop dat je hem nu wel hebt gevonden. Nee, nog niet. Jij bent wel goed bezig de laatste tijd, hè? Ik heb wel iets anders. Ik heb afdrukken laten maken van de schoenen van Marcel Goldberg. En die komen overeen met afdrukken die zijn gevonden op het plaatselijk. Goed werk, Watson. En ik heb nog iets. Oh god, gaat u meteen weer overdrijven. Er is op een van de schoenen van Marcel bloed gevonden. DNA wordt nu onderzocht. Ja. Moeten we morgen maar eens mee gaan praten. Als die maar ontwaakt. Morgen. Ja, ik ga naar huis lopen, want ik heb nog ruim 8000 stappen te gaan. Anders kom ik er niet in bij mevrouw Grijpstra. Oh. Morgen, Hetty. Rinus. Ja. Ik weet dat het niet mijn zaken zijn. Wat? Maar ga alsjeblieft met je vader praten. Hoe in god. Kijkt hij wel een bejaarde soos. Als hij niks zinnigs te zeggen heeft, dan kan je hem altijd nog wegsturen. Ik wil het niet. Ik heb gewoon geen zin. Ik wil het niet. Bemoei je met je eigen zaken. Ja. Met één glas de tijd. Je hebt alle recht om mij te haten. Nee, ik haat je niet. Jawel. Is toch ook niet zo heel vreemd? Ik was 10. Dat weet ik. Maar ik kon niet bij jullie blijven. Waarom dan niet? Nou kijk, je moeder was de liefste vrouw ter wereld. Maar ze wilde mij veranderen. Op zee, dan kon ik mezelf zijn. Hoefde met niemand rekening te houden. Maar als ik dan thuis was, dan moest ik ineens, ja, hoe zeg je dat, ergens aan voldoen. Echtgenoot zijn, een vader. Maar dat kon ik niet. Ik kreeg het benauwd. Als ik ergens vast zat. Hoe is het nu met je probleem? Probleem? Nee, het gaat prima. De jaren, denk ik. En ik heb iemand ontmoet.
Ja. Ze is fantastisch. Vind je dat erg? Nee. Ik hoop dat je hier rust bij haar vindt. Dank je. Waarom heb je nou de afscheid van ons genomen? Dat durfde ik niet. Ik was bang dat ik dan de beslissing niet zou nemen. Of dat ik het niet zou volhouden. Ik hield van jullie. Maar dat gevoel heb ik moeten onderdrukken. Maar je hebt ook nooit meer iets van je laten horen. Spijt me, Rinus. Spijt me verschrikkelijk. Wil je er nog één? Goed, jong. Ah, mooi op tijd. Ja. Ik moest vanochtend nog even wat regelen. Ik lijk op hem. Op wie? Op mijn vader. Ik lijk zo verschrikkelijk veel op hem. Oh, die heb je gezien? Ja. Gisteravond. Hij heeft precies dezelfde drang naar vrijheid als ik. Precies. Je bedoelt bindingsangst? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat ik nu begrijp waarom hij er nooit was. Huh? Nou, het is goed dat je de stap gewaagd hebt. Ik ben trots op je. Proficiat. Dankjewel. Nou, hoe is het hier? Goed. Dat bloed op de schoen van Marcel, dat was van Rob Stijn. Nou, daar hangt hij. Als hij het haalt. Vannacht weer geopereerd. Goed, wat gaan we doen? Cijfertjes. Dat is de boekhouding van Marcel. Kijk, we moeten toch weten waarom hij dat geld heeft geleend. Brigadier, heb je even? Ja, meneer. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Zeg, Cardozo, hoe ben jij in economie? Ik had een 7,8 op mijn eindlijst. Zo, doe maar. Vind ik goed geantwoord. Hebben van jou een hele kleine verrassing. Ga zitten, brigadier. Heb jij vanochtend met de vreemdelingenpolitie gebeld? Ja. Waarover? Over een verblijfsvergunning. Ik luister. Ik heb alleen maar geïnformeerd. Mijn vader heeft een Colombiaanse vriendin. En zij heeft de verblijfsvergunningen aangevraagd. Maar ze heeft helemaal niks meer gehoord en de termijn is al verstreken. Je hebt alleen maar geïnformeerd? Ja, en ik heb gezegd, die aanvraag is wel oké. Mijn vader... Je hebt geen druk uitgeoefend? Nou, ik heb alleen gezegd, doe me een lol, haal die aanvraag uit die stapel en regel het even. Is maar een formaliteit. Die vrouw is prostituee. Is al 2 maal het land uitgezet. Het vorig jaar heeft ze een IND-ambtenaar omgekocht. Je begrijpt dat ik onmiddellijk word gebeld als een van mijn mensen probeert om voor zo iemand iets te ritselen. Ik heb weten te voorkomen dat je actie meteen is doorgegeven aan de Rijksrecherche.
Ik zal bepleiten dat je te goede trouw handelde. Ik ga het uitzoeken, meneer. Oh, nee. Jij zoekt helemaal niks uit. Dit is mijn pakje, Jan. Zeg, heb je geen werk te doen? Ja, meneer. Pa, als je dit hoort, meteen terugbellen. Het is belangrijk. Meteen terugbellen. Ines, ziekenhuis. Oh, ja. Gisteren de 9000 stappen niet helemaal gehaald. Maar vandaag 1000 extra. Wie? Dat gaan we bij de hand doen. Overgewicht is een erkende ziekte, ja. Heb je al iets gevonden? Nee. Marcel is legaal bezig, voor zover ik kan zien. Hij heeft geen contacten meer met de penozen. Geen zwart geld. Betaalt zijn belasting. Ja, dat brengt ons bij de lastige vraag. Wat moest Marcel bij Rob Stijn? Laten we het hem even vragen. Het ziekenhuis belde net, hij is bijgekomen. Dus kan jij even uitzoeken waar Marcel was de dag van de moord? Hoe laat, waar, wat het precies deed? Dankjewel! Goedemorgen. We komen voor Marcel Goldberg. Het is hier aan de overkant van de gang. Het gebeurt niet, Erik. Ja, luister nou, het zou alles oplossen. Nee, het zou de problemen alleen maar erger maken. Wat doe je nou toch weer eigenwijs? Laat me op. Zo houdt het toch nooit op? Het gebeurt niet. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Nee! Pa! Pa! Kom maar! Storen we? Zo. Waar ging dat gesprek over? Hè? Niks. Pa. Niet over geld, toevallig? Hier, kunt u de kamer verlaten? Had uw vader geld zorgen? Leningen, schulden? Nee, geen idee. Uw vader wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Rob Stijn. Zegt die naam u wat? Er zijn er vingerafdrukken en voetsporen gevonden op de plaats van het misdrijf. Uw vader is waarschijnlijk neergeschoten door vrienden van Stijn. Uit wraak. Mijn vader heeft niks gedaan. Dommel. Oké. Oh, zei hij? Donder op. Oh, sorry. Nee, dat zei hij. Wat? Donder op. Oh. En nu? Niks. En jij? Ja, niks. Huh. Oh. Ja, wel. Marcel Goldberg hield op de dag van de moord toezicht bij een verbouwing van een kroeg, Tiffany's. Om 5:30 werd hij gebeld en toen is hij weggegaan. En hoe lang is het van Tiffany's naar dat havenkantoor? Een kwartiertje, 20 minuten. Nou, dat kan precies. Om 5:30 wordt hij gebeld. En om 6:10 wordt Stijn vermoord. Ja. Nee, als Marcel hem in de val wilde lokken, dan moet Marcel Rob Stijn bellen en niet andersom. De Gier. Ja. Pa. We moeten elkaar spreken, zo snel mogelijk. Kunnen wij vanmiddag ergens afspreken? Zoek jij dat even uit. Hè? Wat? Dat wat hij net zegt. Donder op. Pardon? Niks. Geen zwerfdieren in de zaak. Maar dat is geen zwerfdier. Nee, dat zal wel niet. Nee, dat is een collegaatje van me. Dat is een aasjon, klaar. Zo heeft dat telefoontje aangetrokken. Dat telefoontje wat Marcel kreeg voordat hij naar Rob Stijn ging. Dat kwam niet van Rob, dat kwam van Erik. Ines. Zeg het maar, waar is je vader mee bezig? Hoezo? Kom op, die Colombiaanse.
Oh, wat weet je daarvan? Dat is toch de rollen van de dag. Dat is toch niet te geloven. Mogen we wat bestellen? Ines, de Colombiaanse, die wil een verblijfsvergunning kopen. Ja, nou in, wat zou jij doen? Ja, precies op dat moment komt jouw vader bij zo'n lief aankloppen. Wat bedoel je daarmee? Zo'n lief die werkt bij de politie, dus die kan wel iets regelen. Ach man, dat wil toch niet. Dubbele espresso, alsjeblieft. Denk nou eens na. Mijn vader had spijt. Die is naar mij toegekomen om dat te zeggen. Aan mij te zien. Misschien. Ja, maar misschien ook niet. Hè? Ja, en hij wilde iemand helpen die in de problemen zat. En ik heb één telefoontje gepleegd. Dus wat is nou in godsnaam je probleem? Hij gebruikt je. Jij zei tegen mij dat ik met hem moest gaan praten. Wat zeg je nou? Nou, wat zal het zijn, vrienden? Nee, nou hoef ik niet meer. Ja, dankjewel. Doe het hondje een broodje pekervlees. Alsjeblieft. Waarom belde u met uw vader op de middag van de moord? Gewoon een praatje maken. Ja, waarover? Weet ik veel. Hij was bezig met de verbouwing van een café. En die ruzie, waar ging die over? Welke ruzie? In het ziekenhuis. Hij wilde geen geld aannemen. Welk geld? Mijn geld. Ah, u bood uw vader geld aan. Weet u meer van de financiële problemen waar uw vader in zit? Nee, maar wel dat er mensen achter hem aan zitten. Iets van vroeger. Mensen die nog geld van hem krijgen. En om die mensen te betalen heeft hij geld van Rob Stijn geleend. Ja, maar dat was niet genoeg. Dus die lui die zitten nog steeds achter hem aan? Ik bood mijn vader aan om die schuld voor hem af te betalen. Ik heb een goedlopend softwarebedrijfje. Ik kan het missen. En dan was hij van de sores af. Maar hij wilde het niet aannemen. Te trots, te eigenwijs. Met Rob Stijn had je vader er nog een schuldeiser bij. En die kon hij niet zo snel afbetalen, want die rente was natuurlijk veel te hoog. Nou, dan is moord een handige oplossing. Ben je van één probleem af. Rinus de Gier. Nee, mijn vader heeft die Stijn niet vermoord. Ja? Dankjewel. Je vader is weer bijgekomen. Dan kunnen we het hem zelf even vragen. We willen graag even alleen met hem praten, zonder jou erbij. Jij gaat even naar het bureau, nu. Zeg, Marcel, gaat het nou met je? Ja, beter dan ooit, dankjewel. En wie heeft jou nou neergeschoten? Ik heb niks te verklaren. En toch zijn er allemaal sporen van jou gevonden bij het lijk van Rob Stijn. Ik heb niks te zeggen. Niet toevallig geld van hem geleend wat je niet op tijd terug kon betalen. Het telefoontje van je zoon om 5:30, waar ging dat over? Dat staat er los van. Ja, dat zal wel, dat zei hij ook, maar ik geloof hem niet. Nou, kom op man, waar ging dat telefoontje over? Het is gewoon om te vragen hoe het met me ging. En laat Erik hier buiten, heeft er niks mee te maken. En kijk nou, je raakt helemaal opgefokt. Als lijkt alsof Erik hier iets mee te maken heeft, dan knallen ze hem af. En die ruzie vanmorgen met je zoon, waar ging dat over? Ik heb erop doodgeschoten. Ik moest dringend wat mensen betalen. Veel geld. En ik moest het lenen. Ja, dat ga je nou op doen. Waar ging het mis? Ja, die lui die eiste meer. En ik wilde er van af. Ik wil kappen met het verleden. En Rob Stijn? Ik kreeg van die klootzak geen tijd om hem terug te betalen. Ik kon geen kant op. Ik moest iets doen. En hoe heeft u dat toen aangepakt? Ik had een koffer met nepgeld. Kijk, Rob is altijd gewapend. En ik wou een schietpartij niet riskeren. Dus als hij door het geld werd afgeleid, dan kon ik hem zonder risico omleggen. Het wapen is nog aan boord. Ik heb dat bewaard voor als zijn vriendjes achter me aan zouden komen. En dat mogen wij nu gaan zoeken natuurlijk. Ja, ik heb helemaal niet van. We
begint hij over zijn zoon, dan begint hij te praten. Dan legt hij gelijk een volledige bekentenis af. Oh. Koffie. Ja. Trouwens, die bekentenis die klopt. De TR heeft net een wapen gevonden met Marcel's vingerafdrukken erop. Ja, maar toch zit het scheef bij die zoon. Klopt, als een zweer in de vinger, brigadier. Dat bedrijf van Erik, van die zoon, internet hosting services, dat leidt al 3 jaar verlies. Verlies? Yep, zo'n 3 ton per jaar. Marcel ving dat op, tot een jaar geleden. Toen draaide hij de geldkraan dicht. Het bedrijf ging gewoon door. Tot een week geleden. Ja. Ja, heeft de bank het krediet stopgezet. Moeten we toch die Erik hebben? Ja. Graag. Is die man daar? Die hoort bij Rob Stijn. Ik wil dat jij die volgt, wat hij ook doet, cadeau zo hier. Die postbode? Loop maar, gaan. Jouw vader. Die heeft een volledige bekentenis afgelegd. Echt? Jezus Christus. Ja, Jezus Christus. Echt waar. Alleen, wij geloven hem niet. Jouw vader heeft helemaal niet geschoten. Jij hebt Rob Stijn in zijn rug geschoten. Jouw vader heeft geen geld geleend van Rob. Jij hebt geld geleend van Rob. En je kon niet terugbetalen. Dus heb jij hem op een laffe manier overhoop geschoten. En dan bel je je vader op. Papa, ik zit met een probleem. Kun je me even komen helpen? En dat deed hij. Zoals hij altijd hielp. Zoals hij altijd al je schulden betaalde. Dus jouw vader komt. Die laat een schoenafdruk achter, een vingerafdruk op dat nepgeld, een druppeltje bloed van Rob Stijn op zijn schoen. Hij neemt dat wapen mee. Hij bekent de moord en houdt jou buiten schot. In dat ziekenhuis. Jij bood hem helemaal geen geld aan. Je vroeg om geld voor de zoveelste keer. Jouw vader weigerde. Ik wil een advocaat. Ja. Nou, Rinus. Ik heb helemaal geen zin in de gezeik. Zonder jouw vader ben jij helemaal niks. De vraag is alleen, laat jij jouw vader 15 jaar zitten voor iets wat jij gedaan hebt? Ik wil een advocaat. Ik heb niks te verklaren. Laat jij jouw vader barsten? Jouw vader is een oude man als hij de bak uitkomt. Als Rob Stijn's vriendjes hem niet eerder te pakken hebben genomen. Jouw vader heeft een kogel voor jou opgevangen. Maar dat was toch helemaal niet nodig geweest? Godverdomme, helemaal niet nodig geweest! Dat is toch de schuld voor jou, maar dat heeft hij altijd gedaan als flappe lul! Stomme! Kunnen we dat bewijzen? Ach nee, helemaal niks. En het technisch bewijs? Wijst allemaal in de richting van Marcel. Is toch belachelijk? He, Marcel die heeft bekend, maar die heeft het niet gedaan. En Erik is de dader, maar ja, we hebben geen bewijs. En dan moeten wij de verkeerde oppakken. Ja, hier. Ik vrees dat de korpsleiding Marcel niet zal laten lopen. Nou, als u maar weet dat ik mijn handtekening nooit onder zo'n verklaring zet. En dan vinden ze iemand anders die het wel doet. Ja. Het gaat hier om een liquidatie. En Marcel is een oude crimineel. Het is een prestigekwestie. Ik ga nog een keer met die vent praten. Ja, doe dat. Brigadier, je hebt geluk gehad. De Vreemdelingendienst doet geen aangifte. De Rijksrecherche blijft er buiten. Dank u wel. Rinus, weet je al wat meer van je vaders rol in deze affaire? Ik heb om 5 uur een afspraak met hem en dan hoor ik alles. Goed. Oh, wat er ook gebeurt, bemoei je niet meer met die vrouw. Ik kan je geen tweede keer redden. Dank u wel. Gaat het met u? Buiten levensgevaar. Nou, dat is mooi. Hè? Ik heb mooi 15 jaar gaan zitten. Dat zei ik niet in mijn kop, man. Kom nou, Marcel. Ik ken jou toch? Jij zou Rob op klaarlichte dag midden op straat een knal voor zijn harsers geven. En niet meenemen naar een stil achterafplekje om hem daar in zijn rug te schieten. Hè? Laat staan dat jij gaat lopen klooien met allerlei gekleurde papiertjes om hem af te leiden.
Man, je bent bijna voor je zoon gestorven. Ga nou ook weer voor hem zitten. Heel goed. Hou je maar groot. Hè? Van die drol van een Erik de boel weer verkloten. Hoe oud bent u nou? U heeft toch recht om de rest van uw leven te genieten? Jij hebt geen kinderen. Vader. En ik zou het nooit toestaan. Kom op, dat heeft geen zin. Ja? Ja, natuurlijk. Maar dat begrijpen wij ook, want wij vinden jullie de grootste klootzakken van het hele korps. En een prettige dag nog. Eikels. Nou, de zaak is ons uit handen genomen door het hoofdbureau. Oh, en wil Marcel toch vervolgen. Ongelooflijk. Ik moet weg. Nee. Hij is er niet. Waar is de telefoon? Is dat uit? Ik kan er niet geloven dat hij me alleen vanwege die vergunning opzocht. En wat zegt dat over mij? Dat ik een grote sukkel ben. Dat zeg ik al jaren. Toch is het raar. De ene vader gaat in de gevangenis zitten voor zijn zoon. En de andere vader neemt in 30 jaar tijd niet eens de moeite om even te bellen. Je moet eens wat minder denken en meer lopen. Je bent niks afgevallen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Kijk, ik stel mezelf een heel hoog doel. Nou, en dat haal ik. Nou, je hebt het van mij geleende geld in ieder geval niet in huisvesting geïnvesteerd. Wat een tyfuszooi. Je hebt 2 termijnen gemist, vriend. Dat betekent theoretisch 2 kapotgeschoten knieschijven.
Zo. Het zou ook eens tijd worden, hè? Is het inclusief rente? Zojuist zelfmoord gepleegd, klootzak. Jij dacht toch niet aan mijn vrienden? Rob Stijn, bankier van de onderwereld. Het is gisteren tussen 4 en 6 gebeurd. Verder nog iets? Ja, dit lag onder hem. Nepgeld. Is lokaas. 2 schoten, geen aanwijzingen. Een liquidatie. Voetsporen? Ze zijn buiten nog aan het zoeken. Ja. Listig zaakje. Ja, dat is meestal met een liquidatie. Wat ben je in godsnaam aan het doen, man? Ja. Ja, het is een cadeautje van mevrouw Grijpstra. €9.000? Ja, 9.000 stappen per dag. Ja. Volgens mevrouw Grijpstra val ik daar enorm van af. En ik zit nu al op... pak een beet. 134. En dan ben ik nog geen half uur bezig. Dus, nou. Dat is 2,68 per uur. Ga je niet halen. Heb jij nog maar even een rondje rond het pand? Ja, maar je moet dingen rustig opbouwen, hè? Eigenlijk vind ik dat trappen dubbel moeten tellen. Wat is er? Nee, niks. En? Dooie gangster. Hebben we al wat? Ja, Rob Stijn, bankier van de onderwereld. Vroeg een behoorlijke rente, 5%. Ik ben er niet om te brengen. En als het niet lukt om te betalen, dan volgden er sancties. We zijn dus uit op iemand die geld schuldig was aan Rob Stijn... en die door Stijn te vermoorden wilde afkomen van zijn openstaande lening. Ja, hé. Dat klinkt logisch. Dank je, adjudant. Het is alleen niet logisch... Niet voor weldenkende, beschaafde mensen. Ja. Meneer, sorry, heel even. Het lab belde net. Op het geld zaten vingerafdrukken van Rob Stijn. Maar ook van iemand anders. Oh, van wie, hè? Een oude bekende. Marcel Goldberg. Marcel is al 15 jaar legaal. En weldenkend en beschaafd. Ken je hem? Ja, voormalig dealertje. Hij heeft zijn winst belegd in videotheken, kroegen. Doet de laatste tijd verder en ontroerend goed. Want u is uit. Ik zou toch maar eens kijken of hij thuis is. En doe het snel. Je hebt grote kans dat Stijn's kompanen uit zijn op wraak. Avond vierdaagse.
Cardozo. Sta je op je plek? Ter plaatse, brigadier. Ja, oké. Okay. Nou, het gaat niet erg hard. Hallo? Wie is daar? Rinus de Gier, recherche. Kunnen we... Wij zijn op zoek naar Marcel Goldberg. Mijn vader woont hierboven. Dit is mijn bedrijfsruimte. Is hij er? Nee. En wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Gisterochtend. Maar waarom wilt u dat weten? Waar is uw vader nu? Dat weet ik niet, maar waarom wilt u dat weten? Hij wordt gezocht in verband met moord. Moord? Het is niet onwaarschijnlijk dat uw vader in gevaar is. Kunt u hem bereiken? Zijn mobiel staat uit, maar wat is er aan de hand? Waarom loopt mijn vader gevaar? Wilt u hem vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen? Hij is ermee opgehouden met al die rotzooi. Jaren geleden al. Ik weet zeker dat hij niks heeft gedaan. Willen we dan graag even van hem zelf horen. Ja. Cardozo? Ja? Heb je nog iets bijzonders gezien? Nee, niks bijzonders. Er is in ieder geval niemand naar buiten gekomen terwijl jullie binnen waren. Oké. Okay. Heeft hij die donkergrijze auto nog gevonden? Heb je die donkergrijze wagen nog gezien? Donkergrijze wagen? Nee. Nee. Jezus, wat een klootrommel! Wat? Nee, dat je weer goed bezig bent. Ik zie je zo. Meidels. Nieuwsgierig naar die donkere wagen. Wat, die vriendjes van Rob Stijn, die weten niet wie hem vermoord heeft. Misschien dat ze ons daarom volgen. Kijk. Die kale, die ouwe, die stond hier vanochtend ook. Ja. Kijk naar ons. Gaan we hem pakken? Ja. Kun je rustig. 1, 2, 3. Jij ook niks. Waar is die nou? Snelle jongen, hè? Nou, jij niet. Jongen. Ik dacht, ik kom je maar eens opzoeken. Zo de mieter op. U bent meneer de Gier? Ja. U kent hem, hè? Ja. Hoe gaat het met hem? Is hij gelukkig? Ja, nu even niet, maar normaal. Behoorlijk. Ja. Goed. Wat is dat nou? Ik kan beter aan hem vragen. Hoe lang heb je hem niet gezien? 28 jaar.
Toen ik 10 was, toen nam hij me mee naar de haven. Het was een heel groot schip en hij zei, jouw vader, die gaat daarop varen. Prachtig vond ik dat. Hij zei er alleen niet bij hoe lang het ging duren. En toch moet je me kans geven. Ik moet hem een kans geven? Ja. Doe even normaal. Een kans om het uit te leggen. Winners. Nee, die zit even niet op mijn plaats, maar kan ik je zorg geven? Ja. Oh, momentje, ze kwam net binnen, moment. Jongens, een Erik Goldberg voor jullie. Iets over zijn vader. Zo. Ja, graag gedaan. Oh, en Rinus, er is hier een man voor je. Ik moest dit aan je geven. Dankjewel. Ja, dankjewel, ik heb het. Nee, dat ga je niet doen. Hé, ik... Marcel heeft dus ook nog een zeilboot. Goeie plek om er te duiken. Nee, want dan komt hij wel vaker. En Erik die wilde meteen naartoe. Dit kan op twee manieren, ja?